In deze film, wat meer aandacht voor het sorteren van foto's door middel van verzamelingen. En je ziet: ik heb op mijn bureaublad een map staan. En die map die heet in dit geval Lightroom Import. En daar zitten tal van verschillende foto's in. Daar zitten uh, modellenfoto's in. Ik, ik zal het even wat groter maken, want het is misschien wat te klein om te kijken. Maar daar zitten modellenfoto's in. Daar zitten autosportfoto's in. Wielrennen, korfbal, voetbal. Het is een beetje onoverzichtelijk om op deze manier je foto's terug te vinden. Dit is een beetje ongeordend. Ik zou gewoon uh, zelf een mappenstructuur aanmaken. Variërend van een mapje sport, met daarin submapjes autosport en korfbal en een mapje modellen, en dat allemaal netjes gerangschikt hebben qua namen. Maar dat kan ook gewoon in Lightroom. En als ik naar Lightroom ga, dan zie je dat ik mijn foto's al geïmporteerd heb. Het zijn er 24 in totaal. Wil je meer weten over importeren, klik dan even hierboven. Maar we gaan dus verzamelingen maken. En verzamelingen, dat vind je in de bibliotheekmodule aan de linkerkant bij verzamelingen. En je kunt gewoon heel simpel een verzameling aanmaken. Je klikt gewoon op het plusje wat erbij zit. En je zegt van een verzameling set maken. Want ik ga eerst een set maken. En die set die noem ik modellen. En je ziet er komt gewoon een verzameling modellen bij. En je voelt er misschien al een beetje aankomen. In deze verzameling ga ik natuurlijk allemaal subverzamelingen maken. Specifiek over mijn modellen. Nou, stel je voor dat ik gewoon hier... De eerste drie foto's van dit model selecteer. Dan kan ik met de sneltoets Ctrl-N een nieuwe verzameling maken. En deze verzameling noem ik Mandy Vleeshouders. En dat wil ik binnen een andere set doen. En die set die heet natuurlijk Modellen. En ik klik op maken. Je ziet dat ik dan naar de verzameling Mandy Vleeshouders ga. En dat daar drie foto's in zitten. Dus ik ga nog gewoon even terug. Ik ga nog even terug en ik ga ook van mijn andere modellen gewoon nieuwe verzamelingen maken. En die zet ik allemaal binnen de set modellen. Je ziet nu in het verzamelingsetje modellen dat alle foto's daarin zitten. Er zijn vier submapjes, om het maar even mapjes te blijven noemen, met uh, ieders uh, de naam van het model en ieders daarin drie foto's. En ik kan er gewoon op klikken en dan krijg ik die drie foto's te zien. En ga ik naar de hoofdmap modellen, dan krijg ik ze in dit geval alle twaalf te zien. En ik wil natuurlijk ook gewoon een set voor mijn sportfoto's. Dus ik maak een verzamelingsset aan. Die noem ik Sport. En vervolgens ga ik gewoon de sportfoto's selecteren. En die wil ik dan binnen de verzameling Sport hebben. Helaas heb ik een klein foutje gemaakt. Ik heb de map Sport binnen de map Modellen gezet. Geen probleem. Ik sleep hem gewoon erbuiten. En je ziet, hij krijgt zijn eigen plaats. Dus ik heb nu uh, twee verzamelingssets aangemaakt. Een set modellen en een set sport. En als je op de hoofdmap klikt, krijg je dus gewoon de totale inhoud daarvan te zien. En daarnaast heb je dus gewoon allemaal subsetjes. En je kunt ook vanuit deze verzameling weer verder werken. Stel dat ik bijvoorbeeld uh, nog een nieuwe collectie wil. Ik wil bijvoorbeeld de foto's waarop gejuicht wordt, die wil ik in een nieuwe verzameling juichen. En die zit natuurlijk in de set verzamelingen sport. En ik krijg er een vijfde mapje bij met de juifoto's. En ja, de foto's worden niet verplaatst, want als ik nou op voetbal klik, dan staan die twee andere voetbalfoto's daar nog steeds tussen. Je kunt ook nog mappen in elkaar schuiven. Als ik bijvoorbeeld alle balsporten bij elkaar wil, maak ik gewoon een nieuwe verzamelingsset aan. En die noem ik Balsporten. Die zit natuurlijk binnen mijn set Verzamelingen Sport. En ik kan gewoon heel simpel handbal en voetbal. Daarnaartoe slepen. En dan heb ik ook bijvoorbeeld al mijn balsporten gewoon keurig gescheiden. En natuurlijk de andere mappen. Het blijft allemaal gewoon intact. Het is een mappenstructuur die je opbouwt. Maar het komt eigenlijk gewoon niet aan je oorspronkelijke foto's. Want als ik terug ga naar die map, alles zit nog gewoon als één grote puinhoop in deze ene map. Mijn advies: maak gewoon losse mapjes aan. Fysiek losse mapjes op je computer. Mocht je namelijk gewoon iets zoeken, dan is dat altijd vrij makkelijk als je gewoon alle foto's van. In dit geval een bepaalde voetbalwedstrijd wil kopiëren, uh, maar je kunt in Lightroom prima met verzamelingen werken en op die manier gewoon handig alle foto's van Demi bijvoorbeeld weten te vinden. Voor nu bedankt weer voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei.